Ik had een vervangende dokter, dat vergeet ik nooit meer, en die belde. En ik zat op een kamertje boven en die zei, ik zal hier even de brief openen. Ja, dat had hij gedaan en hij las hem eigenlijk gewoon voor. Dan zei hij van, nou, kom gerust maar eventjes hier naar de praktijk, want er is iets niet goed. Ja, vanaf dat moment had ik wel zoiets van, er zit in ieder geval iets niet goed. En toen ik daar eenmaal aankwam, toen vertelde hij dus ook, ja, het is zo goed als zeker zaadbouwkanker. Ja, toen dacht ik van, dat kan niet. En toen ben ik van het kantoor waar ik gebeld was, ben ik onze personeelskamer ingelopen op school. En toen kwam ik onderweg een collega tegen. En die, dat weet ik nog, dat ik tegen zei van, het is niet goed met Paul. En ja, dat je echt zoiets had van, dat kan niet. Dat overkomt een ander, maar dat is niet bij ons. Met die leeftijd, hè, dat was in de, ja, 25. Goed 25. En ja, dat bestaat niet. Daar kon ook niet bij, want er was een sterke vent. Ja, heel sportief, altijd bezig. En dat doet hij nou nog, zeg maar dan. Nou, de tijd van genezing, of dat het genezen kon worden, ik had op zich best veel kans. Want het komt dan maar 300 keer per jaar voor. Maar dus vooral bij jonge mannen. Dat wist ik natuurlijk ook niet, want ik kende heel de ziekte niet. Maar de genezingskans die was op zich wel bijna 95%. We wisten al wel dat er een grotere kans bestond dat je zou genezen. Maar ze moesten hem toch nog opereren om de boel weg te halen. En dan is het nog maar afwachten of er geen uitzaaiingen zijn. Ik heb eigenlijk nooit het idee gehad dat ik zaadbouwkanker had, want het was verwijderd en 5 weken later was ik alweer aan het werk. Ze zeiden al wel, je blijft onder controle en goed, want het kan ook zo zijn dat er microscopisch kleine deeltjes zitten en die openbaren zich vaak na een half jaar. Nou ja, goed, en in mijn geval was dat dus zo. Ik ben eigenlijk pas heel angstig geworden na die onderzoek van die lymfeklieren. Toen ik hoorde van ik kreeg chemo, ja, toen had ik het sterker als de eerste keer. Toen ze Paul chemokuur gingen toedienen, hebben ze dan gezegd van, nou, dan kan het zijn dat hij onvruchtbaar wordt. Dus we raden aan om sperma, om zaadcelletjes in te vriezen. Wij zeiden van, natuurlijk, dat is verstandig en jullie raden het ons aan, dat doen wij. Maar we waren daar verder helemaal nog niet mee bezig van, willen wij kinderen en wanneer? Door mijn conditie die ik op dat moment had, denk ik wel, ben minder ziek geweest als menig mens in het ziekenhuis. Maar het is gewoon heel erg vervelend. Ik kreeg 3 kuren van 3 dagen en die waren verspreid over 3 weken. En in die tussenliggende weken had ik korte kuren van een half uurtje. En dan krijg je die confrontatie met die chemo, dat meteen die haren uitvallen. Want dat was na de eerste kuur eigenlijk al. En ik had hem snikkend aan de telefoon van, mam, mijn haar. Toen ben ik ook op een drafje in principe naar hem toe gerend en lekker geknuffeld. Ja, want je had een behoorlijk een bos, hoor. Ja, ik had echt mooie haren toen. Dat was een behoorlijk een bos. Als ik brul, dan hadden we wel. Ja, ik zit hier zelf ook. Ik denk van, oh, eventjes. Het haalt alles weer. Ja, het komt dan weer zo naar boven. Nou, uiteindelijk hebben we dus het geluk gehad mogen hebben dat we een tweeling hebben gekregen, dan wel via IVF. Maar ja, goed, dat maakt er verder helemaal niet uit. En na die 2 hadden we zoiets van, nou, misschien zou het wel leuk zijn om er nog een derde bij te hebben. Maar ik had zelf heel erg zoiets van, ja, ik zou best een derde willen. Heel graag zelfs, als alleen ik ga niet meer naar het ziekenhuis. Ik heb dat ziekenhuis genoeg gezien, ik ga daar gewoon niet meer naartoe. Daniel die dacht daar op dat moment heel anders over, maar ik had zoiets van, nou, punt, het lukt of het lukt niet. En dat zul je dan altijd zien. Het was eigenlijk meteen raak en de derde was een feit. Toen Tijn ziek werd, toen stortte Paul eigenlijk meer in dan toen hij zelf ziek was. Ja, na mei kwam een neefje en toen kwam ik erachter dat op het moment dat je het zelf hebt,
Dat het gewoon veel makkelijker is als iemand waarvan je veel houdt. Het kindje, als ze me oppakte, dan dat vond je vervelend. Hij was, in die tijd was hij heel erg lastig. Maar er zat iets in zijn lijfje wat niemand wist. Nee, wist het niet. En wat later bleek, dat was een halve voetbal die in zijn lijf zat. Tijn, echt, is altijd, ja, lijkt heel erg op Paul. Is echt altijd zijn vriendje en nu zijn vriend geweest. Hij voelde zich heel erg machteloos. En wilde het heel graag overnemen van hem. Liever nog zelf een keer doormaken dan dat zo'n klein kindje door moest maken. Uiteindelijk had hij zo goed als geen kans. En is het toch doorheen gerold. Want op dit moment is het een flinke knul van 8 jaar oud. Maar op het moment dat iemand anders het heeft in je familie, ja, dat knaagt. Dat doet ontzettend zeer. En 2 jaar geleden werd Tijn genezen verklaard. Wat sowieso wel een wonder was. En op de dag dat hij genezen verklaard werd, kreeg mijn vader te horen dat hij longkanker had. S'morgens heeft Tijn de uitslag gekregen. En s'middags werd hij opgeroepen dat hij de volgende morgen in Groot Ziekenhuis moest zijn bij de longarts. Nou, toen wist hij al lang te laat was. Toen Jos ziek werd, echt een flinke klap gekregen. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Hij wil heel graag daarom nu iets terug doen voor de kankerbestrijding. Tijdens zijn kuur of daarna zich altijd heeft willen bewijzen. Dus hij bleef altijd wel iets van zijn sport doen, van ik kan dat nog steeds. En dat heeft Paul heel sterk gehad. Dat toch altijd maar bezig zijn van jongens, mijn kred is niet onder. Hij probeerde het uit te halen met ja, dat ging dat. En dan ging je echt over zijn grenzen. Ja, ik heb het idee dat de Alpe d'Huez wordt inderdaad een mooie afsluiting van een vervelende periode. Niet alleen voor mij, maar voor heel de familie. En wat de toekomst brengt weten we toch niet. Maar dit is in ieder geval een moment om te zeggen als ik dadelijk boven op die Alpe d'Huez sta van nou, ik heb iets teruggedaan. Daar heb ik een prettig gevoel bij. Ik heb er meer als mijn best voor gedaan op alle vlakken. En we zetten er een hele dikke punt achter. Leef je leven zoals jij alleen dat kunt. Leef je leven zoals jou dat is gegund. Leef je leven als je op jezelf vertrouwt. Leef je leven als je van jezelf houdt. Ik ook van jou. Nee, de rest ben je nog niet. Goede start! Yeah! Yeah! Opgeven is geen opgeven! Zoals jou dat is gegund. Leef je leven als je op jezelf vertrouwt. Leef je leven als je van jezelf houdt. En voor hem is het een mooie afsluiting, want het is goed zo, we zijn beter en klaar het is. Hij heeft een mooi gezinnetje en een hele lieve vrouw. Nou ja, wij wilden nog meer eigenlijk. Hè?